Martin Lebel Le Grande, zojuist getrouwd hier. Klopt, ja. Wat was de aanleiding om met mevrouw de Kaart te gaan trouwen? Nou, in de eerste plaats natuurlijk van zeer goede komaf. Familie ten Kaarten heeft een zeer goede naam hier in Almelo. En ik dacht, deze dame moet ik schaken. En zometeen gaan we natuurlijk de veldslag beleven, omdat de troepen toch de aankomende geallieerde troepen. Ik zal de keizer moeten dienen en ik heb toch gemeend dat het beter was om voor de veldslag gehuwd te zijn. Zodat zij dan ook toch nog een beetje goed achterblijft, mocht het toch onverhoopt slecht aflopen. Wat een lieve man, hè? Ja, hij is heel lief. Dat klopt, ja. Hoe tref je nu zo'n man? Ja, hoe tref je zo'n man? Ja, sommige dingen zijn ook wel enigszins gearrangeerd in onze kringen. En ja, we moeten wel een gelijkwaardige partij hebben. Dus ja, zo is het gegaan. En een stralende toekomst tegemoet? Ik hoop het echt zeer van harte. En ik hoop ook echt dat hij behouden thuis komt. Maar waar ligt dat aan, dat jij behouden thuis komt aan de rest van de troepen? Nou, we hebben al gehoord van ons verkenners dat de geallieerde troepen in aantocht zijn. En wanneer ze hier arriveren, ik heb al gehoord dat het Franse leger ook gemobiliseerd is. Dat betekent dat wij natuurlijk dit knooppunt Ruigerode gaan verdedigen. En wij zijn klaar om de geallieerden te ontvangen. En we hebben een warm onthaal voor ze. Is het niet een beetje heulen met de vijand eigenlijk? Nee, eigenlijk niet. Maar ja, nee. Wij zijn ook wel enigszins Frans gericht natuurlijk. Dus... En de liefde overwint alles? Uiteraard. Ja hoor. Ja. Succes met de slag. Ik dank u wel.